We hebben Lucius ook. En ik heb koffie. Kijk eens hoe sterk. Lucius even lekker even. Oh, je gezien? Mooi jongen. Op de rand zitten. Ik heb een goede. Praten worden. Met plonsen zijn echt niet. Oh, ik weet het al. We gaan ertussen. Een paté thuis. Ja. Een boog. Nou, daar komt een houten vuurtje. Oh, warm, jongens. Een hele goeie. Morgen. Welkom weer in deze nieuwe vlog, jongens. Wij zijn de Bellinga's, familievloggers. En wij zijn nog steeds lekker op vakantie. In een mooie huisje, hier in Noord-Brabant. Ja, dus hier lekker slapen in het mooie bos van Heerlen. Ja. Lucius die slaapt nog uit. Nuan die ligt te chillen op bed. Ja, Nuan ligt te chillen op bed. En de meisjes die zijn in de keuken bezig. Ga ik jullie even laten zien. Want kijk, dit had ik dit trouwens ook al laten zien. Nee. Zo leuk. Kijk, dit is zo'n herfstschaal. Echt mosje en een pompoen. Kastanjes, kan ik thuis ook wel een keer maken, zoiets. Ja. Ik krijg ook wel gewoon ideeën. Nou, we zaten hier in de kamer. Het was de ochtends nog een beetje te shippen. En gaan we eens even kijken. De jongens die zijn dus daar. De meisjes die zijn hier bij de keuken. Een hele goede morgen, meiden. Mama, ik heb het zelf gedaan. Goed zo. Is de bakkerij Bellinga weer geopend? Ik heb twee hagelslagen luxe. Oh. En dit is ook kaas en luxe waar ik ook. Ik heb een... Heel goed. Lekker. Dus we gaan weer lekker croissantjes eten vanochtend. Ja. Oh, luxe. Ja, en stoepen. Nou, dan kunnen we zo lekker aan tafel met verse croissantjes. Hoeveel kaas moeten we? Doe maar 4 kaas en de rest chocoladeaanslag. En mama. Goed. Ja, mama gaat jou even helpen. Maar mama, ja. Maar ik kan het helemaal zelf. Het is wel een lekker vers bakje. Mama. Lekker zo wel. Bonenkoffie. Dankjewel. Sorry. Mama, ik kan jullie even zien. En jullie kopje thee, meisjes. Take 2. Waar ben je stoppen? Hier is gewoon niemand. Hij is hier altijd. Hij wou even een film zetten. Goeie jongen. Vakantie. In de vlog. Lucie slaapt nog uit, dus Lucie is heeft gewonnen. Lucie ligt nog langs in bed van al. Ja, echt hè? Luan. Ja. Echt hè? Ja, heel lang. Wil je ook een kop thee, jongen? Of wil je een kop koffie? Ja, nee, dan maak ik wel eenmaal. Ik had hier alleen voor Luxie. Kun je die van mama maken? Mama, dat is niet. Jawel, die is van Luxie, hè? Nee, ja. Luxie. Ja. Gooi die croissantjes bij de oven, meisjes. Ja. Gooi, ja. Ja. Oven, ik had geen bakpapier. Oh. Ik doe maar even zonder bakpapier. Ik hoop wel. Ik heb het niet schoongemaakt, maar... Op het laatste, een en dan laatste. Dat blijft plakken. Nee. Op hoop van zee. Ja. Onder bakpapier, is hè? Wil je nou even je koffie op zo? Ja, een lakje. Ik kan echt niet op papa. En de kinderen willen weer. Ja, Lucilla, ik twijfel namelijk tussen deze twee smaakjes. Oh. Ik heb deze. Ja. En nu gaan we in de minimutten. Oké. Okay. In de minimutten, 10 pond gutten, 10 pond kaas. In de minimutten is de baas. Maar hij... Jij mag de baas niet zijn, want jij bent nog veel te klein. Oh, drop, ja. drop. Eet maar lekker op. Okay, cherry. 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 Nou. Kijk eens, wie hebben we daar? Een hele goede morgen. Onze uitslapen. Even uitslapen. Oh, gelukkig heb ik een level. Nou, daar zit er weer één ding. Je zit hier met de stofzuiger in en weer, jongen. Nou, dan gaan we zo lekker ontbijten. 7. Ja, en dan schrijf je hier 5 op. Dus dan ga je kijken naar de bijen. Welke bijen hebben zoveel, ja, hebben... Evenveel strepen. Evenveel strepen als de andere bijen. Okay. Die moet je dan met kleurtjes geven. Zouden we een ros doen met de eerste? Kijk. Je ziet het kijk. Deze bij heeft 1, 2, 3 strepen. Waar zie je nog meer 3 strepen? 1, 2, 3. Dat is ook 3, maar die zijn dun. Dus die zijn niet hetzelfde. 1, 2, 3. Ja, dus mag je die en die inkleuren. En welke
welke? Met dezelfde kleur, hè? Ja, toen de vleugels, dat mag je zelf weten. Ben je nog steeds die klaar met stofzuigen? Hé. Hey. Kijk, we hebben hier trouwens ook het washok. Gaan we vandaag nog even wasjes draaien, want we gaan morgen naar huis. En hier staat ook de echte stofzuiger. En kijk dan, ook allemaal doekjes en schoonmaakspullen en schoonmaakmiddelen. Had ik helemaal handdoeken meegenomen, hè? Ja. Ik had eigen badlakens meegenomen. Ja, ik denk, ik weet niet waar we, hè, waar we precies komen. Maar zelfs een wasmand is er. En hier ook op de badkamer hebben we gewoon handdoeken van hier. En ook overal van die zeeppompjes. Het lijkt eigenlijk een beetje alsof het een soort hotelkamer is. Maar dan is het een heel vakantiehuis. Dat is super. Ik had dus eigenlijk helemaal geen handdoeken en dat soort dingen hoeven meenemen. Want het stond hier allemaal al. Nou, dan weten we dat weer voor een volgende keer. Want het is wel echt een fantastisch huis, jongens. En de croissantjes zijn klaar. Nou jongens, eet smakelijk. Lisjes, die wil ook op de bank zitten. Dat is lekker, hè? Hij heeft daar wel zijn stoel, maar hij wilde erbij zitten. Ik heb nu mijn handen dit in stukjes. Dat kan. Mag ik hem? We zitten hier met z'n vieren op een rij. Ja. Nou, dan is nog een kaas. Dat is in de papa. Ja, Luxie en Lucilla gemaakt. Deze, kijk eens. En dan heb ik ook een croissant. Dat is lekker, jongen. Dat is lekker. Nee, we gaan niet meer terugleggen. Nou, eet smakelijk. Hier, Lucius, begin een nieuw stukje. Hij legt hem op weer terug. En nog een stukje uit dat bakje. Lucius is gek op die worst. De Gelderse worst. Je kunt hier dus in. Ja. Ondertussen hebben wij het ontbijt lekker op. Ja. En zitten we allemaal lekker in de... Thuisjas. Thuispakken. Nee. Wat heb jij? Woonkamer. Ja, we zitten in de woonkamer. We zitten. We zitten wel in de woonkamer, dat klopt. Maar zoals jullie zien gaan we het niet helemaal aankleden. Nee. Want er is hier dus ook een jacuzzi en een sauna. Die zijn buiten in de tuin. Ik heb mijn badpak aan. En jij hebt je badpak al aangedaan. Ja, ja. We hebben hier afgelopen dagen natuurlijk al wel iedere dag wel gebruik van gemaakt. Hebben jullie niet meer gezien in de vlog. Maar voor vandaag dachten we, gaan we lekker chillen. Want we gaan nu niet echt ergens heen. We denken van vandaag even lekker rondom het huis. Ja. Want morgen gaan we. Dus nu kunnen we nog extra van genieten. Dus we dachten wie het langst in de jacuzzi kan blijven. Zullen we dat gaan doen vandaag? Ja. Maar om heel lang in de jacuzzi te blijven. Mama. Oh ja, dus je zet even de tv aan. Hij zet even de tv aan, jongens. Maar we dachten om heel lang in het jacuzzi te blijven. Ja, moet je jezelf wel een beetje kunnen vermaken. Dus, ik heb... Dus, wat heeft ze hier in haar muts gedaan? Dit is een... LOL-bal. LOL-bal. En Luxie heeft ook een LOL-bal in haar muts, in de capuchon gedaan. En Luan, die denkt, ik heb ook wat mee. Wat heb jij mee, Luan? Knikkerbaan. Een knikkerbaan. Nee, maar hoe gaan we dat doen in een jacuzzi? Ik weet het. Dan moet je helemaal op de bodem, dan moet je zo aan elkaar maken en dan gaat hij heel snel van over. De knikkerbaan door het water. Nee, er zit zo'n, ja, dat gaan jullie een wel plankje. Zien. Nou, zullen we er maar eens even heen lopen dan? Ja. Ja? Nou. Lucius, ja, dat vindt hij mooi natuurlijk. Hé, hey, Lucius, kijk eens wat mama hier heeft. Lucius, kijk eens. Gaan we naar de jacuzzi toe. Ga je mee? Kom maar, gaan we naar de jacuzzi toe. Lucius. Hoe gaan we dat nou doen, Luxie? Lusjes, kijk eens. Ga je mee zwemmen? Kom maar. Hey, kom, wij gaan lopen. Dan komt hij vanzelf. Kom maar, kom. Kom maar, Lusjes. Gaan we zwemmen? Kom. Ja, ja, ja. Kom. Wacht, wacht, hè. Wacht, wacht. Goed. Kijk, daar komt hij. Ja, kom maar. Oh. We hebben Lusjes ook mee. Die gaat ook lekker bubbelen, bubbelen. En dan lopen we hier doorheen. Gaan we eens even kijken, hoor. Waar? Ik mag niet in de lijntjes aan. Oh, niet in de lijntjes aan raken. Oké, kom maar. Nou, hier de keuken. Maar wij gaan niet naar de keuken. Nee, we gaan naar buiten. Nou, gaan we naar buiten. Ja. Kijk dan, jongens. Je mag alleen groen raken. Lekker naar het bos. Hier. De jacuzzi. De sauna. Maar wat is ook leuk? Natuurlijk de speeltuin. Maar ja, dit is niet de jacuzzi, jongens. Nou, ze mogen zich nog even uitleven. Oh. Met onze voeten hierop. Kijk dan. Waar ben je, Luxie? Ik zie je niet. Loop je met mijn voeten hier overheen? Mama, ja. Ik ging naar mijn voeten in die kastanje staan. Oh, lekker. Weggestekeld. Oh, dat is ook lekker. Ja, heel lekker. Hey, Luxie, Luxie zit op de school. Luxie kan zelf schommelen. Goed zo, Luxie. Van mij geleerd.
Heb je dat van jou geleerd? Oh, knap hoor. Ja, de speeltuin vinden ze ook leuk, zo te zien. Maar het is vandaag wel iets wat minder zonnig dan afgelopen dagen. Ja. Ja, Lucius. En Lucius is hier aan het kijken. Wat doen jullie toch allemaal? Hé, hey, we gingen toch lekker zwemmen. In de jacuzzi. Hai, schep, ahoy. Hé, hey, maar jongens, het is tijd om in de jacuzzi te gaan. Ja! Zijn jullie er klaar voor? Ja! En jullie gaan er heel lang in blijven vandaag. Ja! De hele hoog. Je bent heel hoog, Luxie. Ik heb het van Lucilla hier. Van Lucilla geleerd. Oké, okay, jongens. Dat was de speeltuin. Au, 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 au. Lucy zit nergens last van. De oude. Nou, en dan hebben we hier de jacuzzi. Die moet ik eerst even openmaken. Luan is heel sterk. Ja, dat missen we hier wel. We hebben thuis bij de jacuzzi zo'n badje staan. Waar je even je voeten kan schoonmaken. Maar dat staat hier niet. Dus even misschien wel een tip. Je kunt hier namelijk doorheen lopen. Je moet hier doorheen lopen om bij de jacuzzi te komen. Maar dan moeten we maar even de voeten een beetje zo doen. Zo. Zie je even het zand een beetje af. Maar ik kan het niet doen. Oh ja, die even openmaken. Kijk, papa is er ook. Ja. Kijk, nou de tijd gaat nu in, jongens. Ga er maar lekker in. Nou, maar even wassen. Ja. Het is lekker, hè, jongen. Oh. Zo, kijk eens hoe sterk. Nou, jongens. Lekker hè? Papa gaat er ook in. Oeh. Ja, je kunt hier kijken. Bartje. Het is, oh, hij is wel inderdaad heel warm. Misschien moet hem iets minder warm zetten. Ja, echt leuk. Zet maar op 37. Anders houden ze het niet vol. Oh nee. Heerlijk. Nou, en de lamp aan. Kijk. Ja, hij staat ook nu op groen. Oh nee. Doe maar disco. Toen we gisteravond in het jacuzzi zaten, was het natuurlijk al donker. Oh, en dan kon je de lampjes heel goed zien. En er hangt daar ook een lampje. Dan kon je ook allerlei kleuren. Kijk, heb je zo'n bedienpaneel. Kon je allerlei kleuren kon je die zetten. Ja, als ik zo doe, dan gaat die lamp. Ja. Zie je dat? Disco. We hebben een discolamp. Dus het was gisteravond nog wel lekker gezellig in het jacuzzi. Heerlijk. En de ondergaande zon, die ging daaronder. Toen hebben we weer nog lekker gechilled. Maar vandaag is het overdag, dan zie je niet heel goed de lampjes, maar wel de mooie natuur. Maar vandaag is het zonnetje achter de wolken, zie je. Ja, en we gaan ook kijken wie dit het langst kan volhouden. Ja, zie wel ik. Misschien wel Luxie. Luxie is groen. Groen? Wat is groen? Ik weet het, die touwtjes hier bij jou. Die boom. De dekpan van het mos. Het mos. De lampjes in het bad. Oh, die zuursbandjes. Nee. Oh, yes, het gras. Ja. Dit is lekker. Dat mama, is lekker. Kijk. Oh, Luxie gaat duiken, jongens. Oh, Luxie gaat duiken. Klein voetje. Luxie is een klein voetje. Oh. 1, 2. Piranha. Piranha. En een piranha. Nee, een dolfijn. Oh, dolfijn. Hier kun je staan. Kun je hier staan? Zitten. Ik heb hem iets kouder gezet, jongens. Ja. Hij stond nog op 39 graden. En je gaat nu naar 36. Ja. Als je echt niet meer kan, mag je eruit, hè? Ben je al oververhit? Ja, nee. Ik heb het heel warm. Ik ga even liggen. Doen wie het hardste kan spetteren. Wie had er gewonnen? Hadden jullie dat gezien? Ja, Lucie. Okay. Laat weten in de reacties. Lekker. Lucie gaat weer duiken. Klein voetje. 1, 2. Ik heb een idee hoe ik kan winnen. Als ik dan gewoon een lekker slaapje hier heb. Maak je wel 24 uur wakker. Oh. Lucie is even lekker in zijn drijfdingetje. Dat is lekker, hè? Een zwimmingtrainer. Ja. Doet. Nou, dan gaan de zusjes. Voetje 1, voetje 2, 3, 4, 5. Ja. Zo, tot de overkant. Dat was lekker. Zo. Nee, heel veel baantjes zwemmen hier. En ik. Houden jullie het dan wel zo lang vol? Ja. En een liedje. Ik heb wel 100 baantjes.
Nou jongens, alweer een uur verder. 1 liter latte. Nou, ze zitten er nog in. Ze worden wel al lichtelijk rood in het gezicht. Echt, hè? En hij wordt rood, en hij wordt rood. Het komt bijna uit elkaar. Ik heb geen hulp om in dat huis. Wat is dat? Ik heb een positief voor de rasterbank. Dat is mooi. Ja, nee. Lekker. Nee. Lusjes, wil jij er al uit? Nee. Wil je er al uit? Nee. Zegt hij dan nee? Nee. Nee? Nee. Ja. Oh, wel een gaapje. Och, wel een gaapje. Als hij zo lekker gaat slapen, dan houdt hij het wel heel lang vol. Kijk dan. Papa, ruggetje zo lang. Ruggetje. Mama. Dat is lekker, hè? Ja, maar deze lichtjes zijn mooi. Nou, mooie lichtjes, hè? Kijk dan. Okay. Ja, ik zie het. Heel mooi. Allemaal kleurtjes hebben de lichtjes, hè? Ja, ik zie het. Ja. Luxie zei gisteren, toen we in het bad zaten, van hoe kan het dat het zwembad groen is? Het was helemaal groen gisteren. Wat zeiden we toen, Lu? Nou, dat komt door de lampjes, want de lampjes schijnen door het doorzichtige water. Ja? Dan lijkt het alsof het bad, ja. Luxie dacht even dat we groen water hadden gisteren. Ja, groen water. Maar je ziet nu, is het licht, en nu zie je het niet meer zo goed. Ja. Maar weet je, maar hoe met grootje ga je bukken, maar hoe in mijn koesje niet bukken? Bukken? In mijn grootje zwembad maak ik een tijfkantje en kan ik bukken. Oh, onder water? Dat je onder water gaat? Niet deze bodem is niet zo diep, dus hier kan jij staan. In het zwembad is het zo diep dat je niet kan staan. Kijk, en Luxie, weet je waarom daarom als je geen bandjes als je de bandjes om hebt en dan ga je iets naar beneden, dan ga je ook weer zelf hoog. Weet je hoe dat komt? Omdat de bandjes, daar zit de lucht in. En de lucht draait. Dus dan ga jij ook naar boven. Dan ga je weer naar boven. Maar ze mogen overigens wel op het randje zitten, hè? Had maar afgesproken. Maar ik altijd dit moet. Ja? Dan ga je ook zo omhoog. Ja, dan ga je daarna weer naar boven. En waar houden lusjes ineens van? De knopjes. Oh, heb je weer knopjes gevonden? Ja, maar open dicht. Mama. Kijk dan, naar het uitzicht in het bos, hè, jongens. Dat is lekker, hè? De lucht is er al uit. De lucht is eruit, jongen. Ze vindt het een beetje moe te worden. Hij wil eruit. Ja, wie is er af? Papa, Lucie. Ik ga jou in slaap handelen. Zeg maar high five, wil je wel? High five. Hey, goed gedaan, hoor, jongen. High five. Nee, heel goed gedaan. Ja. Ik ga mijn slaap handelen. Ja, en ik kon hier nog wel uren volhouden. Maar iemand moet de kinderwagen duwen. Dus, dat krijg ik wel. Ik heb het daar. Ja, goed gedaan. Dag. Ik wil even de uithalen. Zo. Zo, hè. Dat was lekker. Oh. Ja, oh, kom ik bij mama. Oh ja, dat krijg ik in de oog. Een lekker stuk. Hey, en als je wakker wordt, zitten we misschien nog wel nog steeds in een jacuzzi. Dan kom je er gewoon weer bij. Hé, is dat een goed idee? Is dat een goed idee? Jawel, hè. Tada. Oh ja, nou ja. Lekker bij papa. Slaap lekker, jongen. Slaap lekker. Hier een bedieningspaneel. En dan zo kunnen we iets aanzetten. Ja, hij is 38,5. We hebben in ieder geval een bedieningman hier. Die dit allemaal heel interessant Drie, vindt. 3, 2, 1. Hey. Oh, dat is daar. Oké. Okay. Oh, kijk. Ik heb hier ook bubbelen. Dat is lekker. Ah, heb jij hem omgedaan, Luxie? Dat kan ook. Ben jij de baby? Ja, hij is nog met 3 jaar. Ja, ja. Dat kan nog wel, ja. Luxie is nog 4. Ja. Nou ja. Kan wel, hoor. Ja, dit is ook lekker, hè? Hoef je niet te zwemmen? Hoef je niet te zwemmen, Luxie? Nee. Ik doe mijn voeten niet zo tegen die stroming, hè? Oh ja, lekker. Je kunt ook weer lekker gaan liggen, hè? Ja, daar gaat hij, hè? Pas jij daar of niet? Ga je wel onder water? Kijk, dit is een hele lekkere grote bak. Kijk, je voeten komen. Je voeten komen tot daar. Maar je kan ook nog daar zitten en daar. En daar. En daar. En daar.
En je hebt zelfs een tafel. Dat vind ik ook wel lekker. Oeh, hier zo heerlijk liggen. Oh, ik pas hier wel. Zie je? Nou, zo houden wij toch wel even vol, jongens. Ja. Kijk, wat een startje. Oh. Ging niet hard? Voel je dat dan op je nek? Ja. Hou je dat niet vol? Oh. Ik vind dat wel lekker hoor, die harde straal. Ja. Nee, ik ga hem even lekker hard doen. Ja. Goed voor je bordje. Wel goed voor je spieren. Hij doet het niet hard. Oeh. Lekker. We zijn een beetje beslagen, jongens. Oh, Lux zit er ook een. Lekker, hè? We hebben hier even een doekje. Want af en toe beslaan we een beetje, zoals jullie zien. Ik ga er hier in. Zo. Nou, we zijn er weer. Willen jullie er al uit? Nee. Wilt er niemand nog uit? Nee. Nou. Ik ben baby. Rust. Hoor de vogeltjes fluiten. Nee, we horen geen vogeltjes. Nee. Jullie zijn te luisteren. Zullen we dat eens even doen? Even heel stil zijn. Dan gaan we luisteren of we vogeltjes horen. Oké. 1, 2, 3. Hoor je dat? En daar zitten allemaal vogeltjes in de bomen. Oh, en ik zag er even vliegen. Nu hadden de kinderen wat meegenomen. Ja. Om te spelen. Ja. Om het zo lang mogelijk vol te houden. Ja, maar we hebben een probleem. Het ligt daar. Kijk, het ligt daar. En we kunnen er niet bij. Dus ja. Dus ja. Zie je er nog? Mama. Nee, ik ben er. Ja, het ligt daar. En hier tussen. Is ben je een eruit? Gat? Ja, is een gat. Jullie moeten hier iets op bedenken. Ik hou gewoon heel goed de paal vast. Nee. Zal ik het dus doen? Ja. Ja, misschien heb jij langere armen. Dit op de grond. Nou, Lu, hoe gaan we dit doen? Je neemt je lange benen. Kijk of mij het lukt. Ik ga eerst op de rand zitten. Ja. Dan ben je nog niet af. En dan... Mama. Ah, ik kan er niet bij. Benen. Nee, ik kan er niet bij. Ik heb mama, een bal. Je bent af. Weet je wat mama doet? Nou. Mama die offert zichzelf op voor jullie. Oh. Alsjeblieft. Hier hebben jullie je bal. Nou, kun je dan lekker spelen. Goed. Kijk, hier is dus een soort tafeltje. Ja, een soort van. En hier kun je natuurlijk wel dingen openmaken. Ja, je moet, ik ga je even helpen. Mijn no. Een LOL-bal openmaken in een jacuzzi, jongens. Dat hebben jullie nog nooit gedaan. Nee. Oeh. Ja. Ik heb paars. Jij ja, paars? Ik heb rood. Ik heb hem. Ik heb de plastic eraf. Zo, ik probeer om niet die zakjes in het water te doen. Nee. Zo. Mama. Mama. Oh, die is leuk. TV. Oh, een hoed. Een glitterhoed. Oh, kijk mama. Oh, wat komt daar uit? Wat papiertjes. Oh, dat zijn de schoentjes. Zie je dat? Oké. Oh, heb jij er ook een? Oh, ik snap het al. Er zit een bril bij. Hoed. Kijk, je moet die bril opdoen. Of er doorheen kijken. En dan daarop kijken, denk ik. Hier heb je zo'n plaatje. Met twee verschillende lijntjes door elkaar heen. Als je dan dit plaatje hebt en je kijkt er met een kleur doorheen... Dan verandert hij. Mag ik kijken? Zie je dat? Oh ja. Ik zie het proberen alle stukjes aan te doen. Luan is een piraat geworden. Mama! Ja. En professor. Kijk, professor. Zo is die donker. Kijk. Ja. Licht. Oh ja, leuk. En dit is een flesje. En moet je water in het flesje doen. Ja. Zo. Stop het zo in een mondje. Ik weet niet dat jullie het kan zien, maar mijne kan huilen. Laat eens kijken of ik het kan zien. Ja? Oh ja. Ja, ik
zie het. Komen mama en mij hebben hoed. Dat is jouw, ja. En zoentjes. En voor het zaartbacht. Ja. Of televisie. Ik kan televisie en kijken. Oh, en Luxie, kan jij ook huilen of plassen? Zullen we kijken? Ja, ja. Zie. Komt water uit het mondje. Dus die van Lucilla die kan huilen en die van Luxie kan spugen. Maar nou, terwijl de meisjes nog even lekker spelen met de LOL-poppetjes. Had jij ook nog meegenomen, Lu? Ja. Maar ja, hoe gaan we dat doen? Of wil je er al uit? Jou, ja. Kan ook, hoor. Ga je de challenge doordoen? Of zeg je, het is met de heet? Zo heet. Nee, zet maar eens dat tafeltje daar neer. En ga ik een beetje op de rand zitten. Oké. Hij heeft natuurlijk een knikkerbaan. Een raceknikkerbaan. Maar ja, dat is natuurlijk een beetje lastig in zo'n bad met een knikkerbaan. Dus hij zei, mam, kan jij even zo'n dat is handig dat ik er nu uit ben. Kan je even zo'n tafeltje bij het jacuzzi zetten? Nou, dat is natuurlijk best wel een goede oplossing. Waar gaan we hem neerzetten? Hier zo. Hier zo? Nou, hoppatee. Zit hier een tafeltje neer? Kan je daar nou bij? Zo. Dan hebben we hier de doos. Kijk eens, dan kan je hem hier een soort van uitpakken. Gaat dat? Ja hoor. Dit is de baan. En hier hebben we even handdoek op de tafel gelegd. Voor dat, als er knikkertjes doorheen vallen of zo. Maar dit zijn alle onderdelen. In de tafel. Ja. Zo. Ik ga het toch helpen. Ja. En dan zie ik deze. Die moet hier. En dan komt er nog een op af. Je hebt ook de plaatje. Luan doet altijd net als papa, gewoon op de Bonnefoy. Maar kijk, als je gewoon kijkt, nou, terwijl de kinderen nog even lekker in het jacuzzi aan het spelen zijn en met de knikkerbaan aan het bouwen zijn, ga ik even naar binnen toe. Ga ik even lekker een meloen voor ze snijden en wat drinken voor ze halen. Want ze hebben wel een beetje dorst gekregen van dat warme jacuzzi natuurlijk. Voetjes vegen. Hoppatee. Kijk. Ondertussen dat de kids nog lekker in het jacuzzi aan het plonsen zijn, ga ik even lekker een meloen voor ze maken. Kijken of ze hiervoor misschien het jacuzzi uit willen. We zullen zien. Ik weet wel dat ze het heel lekker vinden. Ik ben benieuwd of ze deze verleiding kunnen weerstaan. Ik heb hier de lekkere watermeloen. En ik neem ook even wat drinken voor ze mee. Van die plastic bekers voorbij het jacuzzi. Ik hoop dat ik het allemaal in mijn hand kan houden. En nu op naar het jacuzzi. Nou jongens, kijk eens wat ik hier heb. Wie heeft er zin in een lekker stukje meloen? Hé, waar is Luan? In de sauna? Lu, serieus? Lu, kon je niet meer? Nee. Echt niet? Wordt helemaal thuisgegaan. Och, jongen toch. Nou, kijk eens. Dan lust jij vast wel een lekker stukje meloen. Een lekkere meloen. En ik heb hier ook wat drinken meegenomen. Hou vast. En dan even openmaken. Zo. Kijk. Even wat lekker drinken. Nou, dan heb je het wel goed volgehouden. Ja. Maar de meisjes wilden er niet uit. Nee? Nou, gaan we daar nog even kijken. De sauna is trouwens niet heel warm. Het is gewoon lekker warm hier. En de deur staat open. Vandaar dat de kinderen gewoon zo lekker in de sauna kunnen opwarmen. Maar, kinderen. Meiden, zitten jullie er nog in? Ja. Willen jullie er nog niet uit? Nee. Ik heb drinken. Dat is misschien wel lekker. Een barretje. Wat is dit voor drink? Schijnt wel wat lekker. Ja. Ice cream green is dit. Ice cream green. Ice cream green. Oké. Dat is wel even lekker. Ja, want je moet wel goed blijven drinken. Nee, zit geen prik in. Dit is mijn bed en mijn auto. Dit is mijn jacuzzi. Ja. Dit is de tv. Ja. Dit is mijn flesje. Ja. En dit is, wat is dit? Een bordje die ik kan houden. En mijn is de directeur van de circus. Oh, leuk. Zie je, iemand de fietsen komen. Dan moet jij dit bordje omhoog. Ja, een fietsstopbordje of zo. Ja. Hé, hey, maar meiden, ik heb nog wat. Kijk eens wat ik heb. Watermeloen! Ik heb watermeloen. Wie lust er een watermeloen? Ik! Nou, pak maar. Oké. Pak maar. Luxe en de kat, ik kan er wel bij. Ik wil deze nog niet. Oh, nou, Luxie ook één. Had ik jullie bijna te pakken.
Nou, ik heb de meloen daar neergezet. Kunnen jullie zo lekker meloen snoepen? Lekker meloen! Goed? Meloen! Ja. Kom! Hé, kom je nog? Lekker met eten. Maar ik mag alleen maar paarse raken. Het is me dus nog niet gelukt om de meisjes uit het jacuzzi te halen. Ik ga eens even kijken of Luan misschien een ideetje heeft. Ja, want hun gaan nu echt voor de prijs. En Lux is ook heel fanatiek. Wat is de prijs dan? De eer. De eer. Wij doen het altijd voor de eer, jongens. Maar hoe kunnen we de meisjes uit het jacuzzi lokken? Ze zijn nu gewoon weer lekker aan het spelen. Iets heel lekkers. Iets heel lekkers. Met iets heel lekkers. Ja, ik heb ze watermeloen gegeven, maar... Dat vinden ze lekker. Ja, Lucilla wist het te pakken. Nou, hoe wist ze het dan te pakken? Luxie wist het, of Lucilla wist het. Ja, die ging op de rand zitten, toen kon ze erbij. Oh. Ja. Volgens mij kunnen die meisjes nog echt uren samen spelen in het jacuzzi. Dat is echt niet normaal. Kijk hoe ze zitten. Kijk. Heb je één schoen of allebei schoenen? Kijk, ze zitten er nog steeds in. Is het nog lekker? Ja. Ja? Willen jullie er nog steeds niet uit? Nee. Ik weet wat jullie gaan doen. Ik heb het tegen mama gezegd, maar dat is heel dom van mij. Ik ga iets... Ik ga kijken of ik nog iets leuks heb. Ja, heel leuk. Ja, even kijken. Ik ga weer naar huis slapen. Doei. Dat was heel gezellig. Ik ben weer in de keuken, samen met Luan. Ja. En we zijn nu even aan het kijken wat we hebben liggen. Waarvan wij denken... Dat ze dat super lekker vinden. Dat ze eruit gaan. Want we hebben natuurlijk gisteren boodschappen gedaan. Toen hebben we lekkere dingetjes meegenomen. Ik weet wat. Deze wilden ze graag zelf gisteren hebben. Kijk dan, die verleiding kun je toch niet meer staan. Maar ik laat het zien hoe ontzettend lekker dit eruit ziet. Ja, deze zijn wel echt heel lekker. Kijk dan toch. Kun je toch niet weerstaan? Oké. Okay. Dit kun je toch niet weerstaan? Dan halen we alvast even het papiertje eraf. Kijk eens. Zo. Lekker. Lekker, lekker. Het plan is dus om dit heerlijke muffin cupcakeje. Deur meteen even weer dicht. Blijft het warm binnen. Zo. Om dit dus te gaan eten. Voor de neus van Luxie en Lucilla. Lucilla, Luxie. Ja. Kijk eens wat we hebben. Yummy, kijk eens wat we hebben. Oh, kijk eens hoe lekker, hè? Luan! Luan! Ik ben heel boos. Dat was dus niet gelukt, Lu. Deze was al vrij snel. Daar ben ik echt boos over. Lekker! Is snel. Dag! Ik ga even lekker wandelen in de mooie natuur hier. Want dat kan, want ik zit niet in het jacuzzi. Oh, wat is het hier mooi. Wauw. Wat is het hier mooi. Misschien doe ik dit zo. Kijk jongens, dit is een ontzettend mooie plas. Vijver is het. Dat hoort bij dit huisje. En ik las dus op hun website dat hier dus ook echt schildpadden in zitten. Nu heb ik ze nog niet gezien. Maar hoe leuk zou het zijn als ik doe alsof ik ze heb gezien. Want de meisjes weten dat hier, hè, dat heb ik ze verteld, dat hier schildpadden in zitten. Dus ze zeiden al, oh, misschien kunnen we schildpadden zien. Oeh, heb je nou nog een spinnenweb? Dat hoort erbij. Maar wat nou als ik doe alsof ik hier echt schildpadden heb gezien? Nou, even kijken. Kijk, we zien helemaal niks. Maar ze zitten er echt in. Maar ja, hè, vind maar eens een schildpad in zo'n grote vijver. Mijn idee is dus om te doen alsof ik er een zag. Ja? Oké, gaan we even in de acte. Jongens, komt-ie. Oh! Lucilla, Luxie! Weet je wat ik zie? Schildpadden! Schildpadden! Kom kijken! Oh, papa, kom. Oh, Lucie slaapt zachtjes. Papa, kom eens kijken. Oh, ja, ik zie echt schildpadden. Nee, kijk. Serieus. Ik dacht ja, zo. Ja, zeg even ja. Ze spelen. Ja. Ja. Oh! Ze zijn groot. Zie je dat, papa? Wauw. We zien echt schildpadden, hoor. Wow. Ja, heel veel schildpadden. Zie je dat, papa? Ik zie er vier. Wow. Oh. Wow, mooi. Kijk, ik zit helemaal daar zo in dat hoekje. Wow, they're unbelievable. Ja! Wat? Ja!
Kom maar kijken. Het is echt heel mooi. Ik wil nog kijken. Ja, kom maar kijken. Die meisjes zijn fanatiek. Ik krijg ze er niet uit. Loop wel een rondje. Ze zijn echt. Echt heel mooi. Nee. Wat zeg je? We laten niet zien. De beeldjes terugzien? Ja. Wil je die met je eigen ogen bekijken dan? Nee, ik wil dat niet. Ik wil gewoon dat niet zien. Maar dan ben je af. Dan ben je af. Dan ben je er nog in blijven. Wil je er nog in blijven? Maar dan zien jullie niet de mooie schildpadjes. Nee, maar wel op de vlog. Wel op de vlog. Oh, jongens. Jullie zijn met de slim. Oh, wat is niet waar. De meisjes. Hoe krijgen we ze nou uit nu? Oh, dat is niet waar. Hmm. Ze hebben al Maloen op. Ja, ik heb zoiets gezegd. Ja? Even hierheen. Even kijken. Nou, hier bij de slaapkamer van Luan. Waar ben je nou? We zijn nu dus via hier naar binnen gegaan. Even kijken of we iets kunnen vinden waarmee we toch de meisjes eruit kunnen lokken. Hebben we hier wat? Nee. Oh, ik heb een idee. Nou, nu al. Ik heb nu een idee. Jullie weten. Oh, ik weet het al. Wat? Hij is op stelte kijken. Ja. Je kunt sinds vorige week, sinds vandaag, sinds nu... Kunnen paté jullie thuis? Paté thuis. Kunnen jullie thuis ook? En het zit hier ook echt hier op de tv. Kun je ons bioscoopfilm thuis kijken? Leuk. Dus hoe grappig zou het zijn als wij tegen de meisjes zeggen: komen jullie huis op stel te kijken? Dus bennen heel goed op het scherm. Zou dat een idee zijn? Omdat het ook smart is. Oh ja, ja, daar. Paté thuis. Oh, kijk, ja. Die. Paté thuis, ja. Kijk jongens, we staan ertussen. Ja. Paté thuis. Kunnen je gewoon hier. De trailer kijken. Ja, we kunnen gewoon hier. Kunnen we gewoon hier onze eigen bioscoopfilm kijken? Kijken. De familie Tellinga. Zullen jullie ze weer lokken? Oh, dit is wel een leuk idee, toch? Ja. Jullie kunnen dus ook allemaal vanaf nu onze bioscoopfilm en Paté thuis kijken. Dus gewoon lekker in je huiskamer. Superleuk. En wij gaan eens kijken of wij hiermee Lucilla en Luxie uit de jacuzzi kunnen gaan lokken. Ja. Gaan we nu eerst eens even naar de jacuzzi. Kijken of dit werkt. Oh, met onze film. Van, oh, komen jullie uit zo stil kijken? Steek wel buiten. Ja. Nou, naar buiten. Lucilla en Luxie. Ja. Wij hebben zoiets cools. Want wisten jullie dat huis op stelt ons bioscoopfilm op Paté thuis staan? Weet je wat het is? Paté thuis? Ja, yeah, kan je thuis kijken. Ja. Yeah. Willen jullie je eigen bioscoopfilm op de televisie kijken? Ik wil wel, maar ik blijf in de jacuzzi. Ja, maar hoe ga je dat doen dan? Hoe gaan jullie dat doen? En dan gaan wij gewoon lekker met z'n drietjes kappen. Jullie hebben lekker drinken gehad. Mm-hmm. Jullie hebben een balletje uitgepakt in de jacuzzi. Yeah. Hebben lekker meloen opgegeten en een lekkere muffin. Maar hoe zouden jullie het vinden om lekker op de bank in de kamer, op het grote scherm, onze eigen Bellinga film te kijken? Vind ik leuk, maar dan ben ik af. Jeet, dan ben je wel af. En Luan zei net, hoe moet ik ze dan weer uitlokken? Maar dan, ik ben zo hier. Dat is wel echt waar. Er staat wel echt Paté thuis op. Mm-hmm. We hadden zelfs net de trailer gekeken. Gaat mama lekkere pannenkoekjes bakken. En dan gaan we die pannenkoekjes opeten op de bank voor de tv met onze eigen film. Als dit nep is en ik ga wel oud, dan word ik een beetje boos, omdat het dan niet waar is. En dan ben ik alsnog uitgegaan. Chill, wacht even, ik kom zo terug om lekker babbelen. Nou. Papa, is onze film echt op de paté thuis? Zeker, geen idee. Nee. Ze willen het niet uit. Het zijn volhouders, papa. Jullie hebben gewonnen, meiden. Jullie zijn de winnaars. Is het een snap? Nee, het is echt. Vind je dat leuk? Maar ik heb het gewonnen. Ik vind het wel leuk, maar ik blijf als Luxie eruit is, dan ga ik ook eruit. Weet je wat jullie ook kunnen doen? Dat je dit tegelijkertijd samen uitloopt, want dan hebben jullie samen gewonnen. We hebben allebei gewonnen. Zal ik dat doen? Leuk, hè? Ja?
Even jou vast. Okay. Nou, Luan heeft wat. Ik heb een bewijsfilmpje gemaakt. De Bellinga's huis op stelte. Echt waar? Oké. Dus. Geloof je erin? Ja, ik geloof erin. Ja, maar Lucy, als wij tegelijkertijd eruit gaan. Dan hebben jullie wel gevonden. Allebei gewonnen. Zouden we dat doen? Ja. Ja? Kijk, allebei zijn er twee winnaressen. Super goed gedaan. Kijk dan. Oh. Daar gaat Luxie. Ik heb gewonnen. Je hebt gewonnen, Luxie. Ja, wij hebben gewonnen, Luxie. Nou, en daar Lucilla. Wee. Heel goed gedaan, meiden. Nou, de mand is leeg. Ik heb de haard aangezogen. Maar straks is het wel even lekker bij de open haard. Ons belling gaat filmpje te kijken. Dus, ik geef een mandje vullen. Het begint te regenen. We hadden gisteren echt een prachtige dag gehad toen we even de omgeving hier gingen bewonderen. Maar even kijken, wat zei hij nou weer? Waar is de houtenhok? Die kant op, geloof ik. Dan steken we even lekker de haard aan. Nou, en de lege mand, kijk eens, kan ik hier weer vullen met allemaal mooi hout voor een open haard. Ik heb mijn vingerschip, is een mandje gevuld. Tada! En gevuld met hout. En nu door de stromende regen het weer binnen zien te krijgen. Nou, daar komt de houthakker aan. Het begint buiten echt te pruizen. Dus hiermee hebben we weer voldoende hout. Oh, och. Dat ruikt al lekker. Het ruikt hier helemaal naar open haardgeur. Oh jongens, nou, mama gaat pannenkoeken bakken. Goed? Kijk, hier hebben we het warme vuurtje. Lekker verse houtblokjes. Ja. Dit is natuurlijk ook wel echt het papa ding dit, hè? Ja, toch? Fikkie stoken. Dat is hartstikke leuk dit. Nou, ik ga pannenkoeken pakken. Goed de vlam gaat vatten. Ja. Nou, maar lekker. Wat ruikt het hier lekker. Pannenkoeken aan het bakken. Maar papa die heeft paté thuis geregeld. Ah. En dan zullen we eens gaan kijken in de woonkamer. Oké. Zo, het vuurtje staat ook weer aan. Open haard, het is wel een beetje blauw. Ik pas er wel mee op. Maar... Ta-ta-ta-ta-da! Even kijken, daar gaan we. Gaan we gewoon kopen. Papa die heeft me gerecht. Ja, kopen. En dan kun je kiezen, kijk nu. Kun je huur zeggen voor 5 euro? SD, wat is SD dan? Nee, HD, HD. Kopen. Dat is beter. Volgens mij HD is toch beter dan SD? Ja, maar kijk, hier is 6 euro. Of kopen, heb je hem voor altijd in je account? Nee, altijd kopen. Akkoord. Ja. En dan zeggen we. Bedankt voor je aankoop. Gelukt. Ja. Oeh. Lekker, lekker. Daar hebben we zin in. Ja, toch? Hey, en weet je wat grappig is? Nou regent het buiten. Ja, ja. Dus, ja, we hebben nu gewoon regen buiten, dus hoe lekker is het dan? Dat we precies op dit moment lekker binnen gaan zitten. Kijk, dat zijn de pannenkoekies. Ja, oeh, ze zijn nog warm hoor, jongens. Ze zijn heel erg warm. Net uit de pan. Ja, Kim staat er ook. Poes. Ja, lekker dikke pannenkoekjes. Lekker ding hoor. Dus ze is weer lekker wakker. Je gaat ook eten. Ja hoor, eet smakelijk, Luxie. Of dus je nou jongens, dan kunnen we zo de knop aandrukken. Ja, leuk. Gaan we ons eigen film kijken, jongens. Ja, op vakantie. Dat is grappig. Oh, Lucilla of Luxie. Luxie toch. Oh. Nou, gelukkig heb ik hier altijd doekjes bij. Kijk eens, even een doekje voor jou. Hoe kan je dan dit doen dan? Met een mes. Ondertussen het vuurtje lekker brandt. Gaan wij hier gezellig onze film kijken. Nou nu, zet hem aan. Jou de eer. Kijk, nou hij gaat beginnen. Hé jongens, dat is ons huis. Gek hè? Nou zitten we op vakantie. Kijken we naar ons eigen huis. Nou, Lucius die vindt de watermeloen lekker. Allemaal een lekkere pannenkoek. Smaakt die goed, Sil? Ja hè? Drinken. Check. Jongens, kom jullie. Begin zo. Wat begint zo? Mag ik ze vlammen van elkaar? Wow. Lucilla! Dat zijn de ditjes en dertjes en blauwe paarse hartjes. Eeuw, eeuw, eeuw. En mijn met de
Ja. Leuk, Cecil. Dankjewel. Ik ben wel lekker niet aan het spelen, kleine meneertje. Maar over een paar jaar ben jij precies hetzelfde. Ja. En ondertussen wij hier onze eigen bioscoopfilm gaan kijken op Pathé Thuis, sluiten we deze vakantievlog weer heerlijk af. Morgen is het voor ons een inpakdag en gaan we weer naar huis. Dus we moeten 's ochtends al vroeg uit het huisje. Maar we gaan nog even kijken of we in de omgeving wat leuks kunnen bedenken voordat we echt naar huis gaan. Maar voor nu zeggen we jongens, vond je het weer een leuke vlog? Doe even de... Dankjewel. Abonneren, klik op belletje. En we zien je morgen weer in een nieuwe vlog. Morgen. Tot morgen. Want de tijd vliegt snel voorbij.